Jij organiseert het hele gebeuren bij de Boulderhal. En het is een bijzonder moment, want nu worden de routes opgebouwd. Ja, precies. Hoe gaat dat? Ja, ik heb een heel aantal verschillende boulderbouwers ingehuurd. En dit is Tim en Marit loopt hier rond. En dit is de eerste dag dat de boulders erin gaan. En dan, die worden per kleur, per wanddeel erin gezet door hun. En dat gaat de komende 2 weken nog een beetje door. Nou, ik zie hier over alles liggen op de grond en zo. Kun je daar wat over vertellen? Wat zien we allemaal? Ja, dat zijn allemaal klimgrepen. Ik heb 8 verschillende kleuren grepen. Die worden op natuurlijk mint wordt hier geplaatst. De ene mintkleur op deze plek kan bijvoorbeeld heel moeilijk zijn. Maar dat kan de volgende in diezelfde kleur, een stuk verderop, kan een stuk moeilijker zijn. Als je wil weten hoe moeilijk een boulder is, dan moet je eigenlijk bovenin komen kaartjes te hangen met de waardering. Dan moet je naar die kaartjes bovenin kijken hoe moeilijk die is. Of een greep groot is, of je goed je hand erachter kan pakken, dan is het al gauw een makkelijker greep. En is die wat aflopender en wat kleiner, ja, dan is het al gauw een wat moeilijker route. En hetzelfde voor je voeten. Je kan, als het moeilijker wordt, dan worden het hele kleine treetjes, noem je dat. En als het wat makkelijker is, ja, dan heb je grote, bijna traptreden om op te staan. En is het, wordt het zomaar opgehangen? Of, Nou ja, daar zitten de mensen die dat bouwen, die doen dat al heel lang, die boulders zetten. Dus die denken daar goed over na wat werkt, wat een makkelijk niveau maakt en wat een moeilijker niveau maakt en op welke plekken ze die neerzetten. En wat is boulderen nu precies? Boulderen is een manier van klimmen. Waarbij je geen touw nodig hebt, maar dus ook niet extreem de hoogte in gaat, tot een meter of 4,5 maximaal. Er liggen dikke matten onder om je eventuele val op te vangen. En wat ik me dan afvraag, die matten, zijn die zacht genoeg? Want het is toch op zich nog wel een hoogte, zeg maar. Ja, maar ze moeten ook weer niet te zacht zijn, want dan plof je er helemaal in. Ze zijn behoorlijk stug, maar ze dempen wel goed je val. En nu is die mat nog aardig hard. Maar als ik al met een zachtere mat begin, dan is hij al heel gauw een beetje uitgeleefd. Hij is nu best een beetje stug, maar over een paar maanden is hij lekker ingelopen en dan werkt het goed. En jullie zijn al 3 maanden bezig? Ja, de verbouwing, het maken van de tussenverdieping hiervoor en hierachter. En het bouwen van de kleedkamers en de trap die je achter mij ziet. Dat is al een maand of 3 aan de gang. En een maand geleden zijn deze muren gebouwd. Een paar dagen geleden zijn de matten gelegd. En nu is het boulders bouwen. Nou ja, en de bar moet nog afkomen. En wat moet er nu nog allemaal gebeuren? Wanneer is de opening? Hoe gaat het eruit zien? Nou ja, het gaat er een beetje zo uitzien, maar er zijn heel veel kleuren op die muur. Er komen 8 kleuren boulders op. Maar voor de rest, ja, dit is eigenlijk grotendeels de klimhal alleen, of de boulderhal. De bar moet nog afgebouwd worden en het keukentje moet af. Maar of dat helemaal af is bij de opening, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval moet ik zorgen dat mensen thee, koffie en wat te drinken kunnen bestellen. En dus ja. Uiteindelijk is het dus ook gelegenheid om wat te drinken? Ja, en iets te eten. Een tosti, een panini, een koek, dat soort dingen. Ik ga geen grote maaltijden voorlopig serveren. Maar inderdaad wat te drinken en iets simpels te eten, dat komt er ook. En wat is de schatting? Hoe lang gaat het nog ongeveer duren? Ongeveer een maand, dan ben ik er wel. Zo eind november, begin december, dan kan ik open. De komende weken volgt de openingsdatum. En voor wie is het nou leuk om hier straks te komen klimmen? Ja, ik zou zeggen voor iedereen. Iedereen die zoiets aanspreekt, van jong tot oud. Alleen kleine kinderen, daar moet begeleiding bij zijn. Het is niet de bedoeling dat je hier meute kinderen hebt die rondrent. Zeker niet over de matten, maar sowieso niet door de hal. Daar moet een beetje instructie bij zitten en begeleiding. Maar ook mensen tot 60ers, 70ers. Kijk, die beginnen er vaak niet meer mee op die leeftijd, maar die heb je ook wel. Fanatieke mensen. Maar van jong tot oud klimt hier.